Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In het noorden en zuidwesten van het land komt al vrij veel bewolking voor. In de loop van de ochtend en begin van de middag neemt ook in de rest van het land de bewolking toe en wordt het grotendeels bewolkt. Vanochtend schijnt vooral in het oosten en zuidoosten nog behoorlijk de zon. Maar goed, vanmiddag is het dan in een groot deel van het land bewolkt. En op een paar plaatsen zou wat lichte regen kunnen vallen. Maar het droge weer zal toch op de meeste plaatsen nog wel overheersen. Ondanks de bewolking wordt het wel 22 tot lokaal 25 graden. En er waait een vrij stevige zuidwestenwind. Die is matig of vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Vanavond gaat de wind wat afnemen. En vanuit het noordwesten komen er dan ook weer wat opklaringen. Morgen wisselen wolkenvelden en een beetje zon elkaar af en verder trekken er een paar buien over het land. In de ochtend is het wat meer wat lichte regen. Het wordt 21 graden en er waait een stevige westelijke wind. Vanaf dinsdag is het koel zomerweer, de middagtemperatuur ligt rond 18 graden slechts. Verder hebben we af en toe zon maar ook veel bewolking en zeker op woensdag en donderdag trekken soms flinke buien over het land. Er waait een zee, vaak een vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.